wat we echt erin geslagen is toen op die excursie was dat echt dat het waterschap doet niet aan waterzuivering voor drinken. Nou, ik heb toen ook dikke lol beleefd. Dat was, ik mocht in dat pak. Ik mocht het water in. Dus dat, koud. Het was totaal niet koud. Want, nee? Nee, ik had het pak aan. Dus dat, en nou, gewoon, ik dacht eerst inderdaad ook gewoon, gewoon een hoop laden. Wat gaan we hier nou mee doen? Daar is het. Hier zijn water, omdat we op zoek zijn naar macrofauna. Het zijn allemaal kleine beestjes in het water. Daar kunnen we opmaken of het water van goede kwaliteit is of slechte kwaliteit. Daar een klein beetje water. Ik zit daar links voor jou. Links? Allemaal van die kleintjes. Oh ja, hé, je beweegt. En toen was dus de tweede fase dat het lab in gingen. En dat het echt gingen zeven. En toen was het nog een keer leuk, want toen zag je in één keer al die minuscule beestjes rondzwemmen. Nou, jullie hebben net een monster genomen in de Kardingerplas. We gaan nu de monster 7, dus dat betekent we hebben hier een aantal 7, van grof naar fijn. En gooi dit eroverheen en dan gaan we al het bladmateriaal dat kan hierin, dat gaan we niet uitzoeken, maar dan blijven op de duur alleen de beestjes zeg maar over. Dit is live. Dit is live naar SBS6. Oké, dat was niet wat ik wou doen. Ik doe nu verslag van deze plek waar heel erg hard gewerkt wordt, namelijk met slootwater. Ja, ik vind het ook wel leuk om een beetje zo in de sloot en zo te vissen en kijken wat er nou in zit. En ook wel, ik was ook wel benieuwd of dat water nou schoon was en zo, want dat was wel zeg maar, het onderzoek of dat het water schoon was. Nou, ik vond persoonlijk de telescoop, als je die beestjes eronder lag, want ja, die lichtbak was het al heel spectaculair, vond ik zelf. Omdat je zag ook gewoon dat de beestjes zaten, dat bewogen allemaal. Maar als je het onder de telescoop lag, werd het nog echt gewoon een paar duizend keer vergroot. En toen zag het er echt pas spectaculair uit. Je kon gewoon zien dat sommige beesten echt gewoon bijna doorzichtig waren. Ja, wel een structuur, maar dat gewoon ja, transparante huid en organen en zo. Dat was, vond ik wel erg leuk om te zien. Ja, ook wel leuk. Allemaal van die kleine beestjes. En dat je kan zien dat er best veel beestjes leven in het water. Nou, ik vond het wel interessant. Want eerst zag je gewoon alleen maar gewoon een berg met bladeren en dingetjes. En dan als je daar dichterbij gaat kijken, dan zie je wel dat er eigenlijk heel veel nog in tussen die bladeren zit. Wat je eigenlijk niet verwacht dat het er zit. Daar hebben we de groep voor ons. Daar hebben we een boompjes, een beestje, een diertjes. Ja, leuk. Daar hebben we de chuckies. Nee. Hoi. Ze lopen nu door het terrein heen. Op weg naar de machines. Te zien wat er allemaal gezuiverd wordt. En deze meneer is van de pers. Hij stelt dus allemaal vragen. Ja. En neemt hij allemaal op. Met zijn ding. En het stinkt hier. Ja, het is echt een muurtje als de hel. Het is steeds mooi weer, want het is nog steeds dezelfde dag. Ja. Oké. Dat was wel weer. Het stonk een beetje, maar voor de rest, we hebben al veel dingen geleerd en zo. Ik dacht ook eerst toen we daarheen gingen, dacht ik ook dat het waterschap drinkwater en zo doet. Maar dat doen ze niet. En het is wel
zorgt dus alleen maar ervoor dat het rioolwater, dat het dan weer op, kan worden geloosd, zeg maar, gewoon in de sloot en kanalen en zo. Ja, voor de rest was wel interessant ofzo. Nou ja, ik vond het wel de leukste dag van de stage en het was wel fascinerend om te zien hoe groot die installatie nou eigenlijk is en zo en hoeveel water daar per dag doorheen gaat en hoeveel vuil ze eruit halen en hoeveel techniek erbij komt kijken en zo. En die rondleiding was ook gewoon hartstikke leuk en het duurde ook niet te lang of zo van leven. Kunstgebed kan ik nog herinneren. Er zat op tube stampen staat tussen speelgoed. Ja, echt. En pennen, tandenborstels. Stonk een beetje. Ja, ja, maar het was wel indrukwekkend, zeg maar, hoe groot alles was en wat er allemaal gebeurde. Ja, omdat je ook zulk vies water nam met bijvoorbeeld bacteriën weer zo schoon kan krijgen. Ja, ik vond het, de waterzuivering was inderdaad heel leuk. Het, inderdaad gewoon dat je ziet wat er allemaal gebeurt. En vooral aan het begin zag je, was het water dat net binnen was gekomen, daar halen ze dan het grove afval uit. En dat zit dan allemaal samengeperst dat in zo'n dikke brei. En dat gaat dan op zo'n loopband weg. Dat vond ik wel nog wel het leukste eraan. Wij als ontwikkeld land, dat we gewoon alles voor elkaar en dat we dan een beetje geld uit moeten geven om anderen ook te helpen en dan gewoon een heel groot verschil kan uitmaken, dat vind ik dan wel terecht. Als je hun helpt en het gaat later gewoon goed met ze en ze gaan fabrieken maken, producten produceren en ja, dan heb je er misschien ook wel een handelspartner aan en dat is dan weer voor de economie van Nederland goed, maar ook voor de economie van Kenia, Honduras en... Wacht eens even. Volgens mij heb ik die stelling ingebracht. Ik had een vraagje over de molsopen. Die je best wel veel ziet, zeg maar. Is dat schade aan de dijk of levert dat schade? Ja, molsopen die zijn ongewenst. Alleen, dit zijn er nog niet zo heel veel. Die vallen en alles wat hij gebruikt en zo. En hij haalde gewoon zo'n dode muskusrat uit zijn auto, weet je wel. Zo random, lekker zo. Ja, easy, Hoppakee. Zo voor je neus. Nou, ik vond het op zich, vond het wel interessant dat hij vertelde hoe het gebeurde, maar op zich, ik vond het een beetje apart dat, zeg maar, ze hadden het erover dat ze die dieren moeten vermoorden. Alleen, het is een beetje een tegenspraak, want ze moeten het wel zo diervriendelijk mogelijk doen. Dus dat is een beetje apart. En dus op zich vind ik het wel een beetje zielig voor de muskusratten. Maar ja, het is ook weer anders te slecht voor de oevers. Wat doet je eigenlijk allemaal met het werk? Want u werkt hier aan de hand van die water, zeg maar, en maar ruimt u ook alleen dingen op? Of? Ik ruim, zo wat we nu doen, blikjes op en nou, zeg maar papier en noem maar op, wat daar rotzooi hier ligt, dat ruimen we op. En dat doen we nu lopend, maar straks in september, oktober, dan pakken we de boot weer en dan gaan we hier weer met de boot door. Oké, en dan is dat met heel veel mannen of is dat... Nee, dan op de boot ben ik alleen. Ik kwam daarbij de sloot daar en dan... Normaal als je er langs komt, langs een sloot of zo, dan let je er niet zo heel erg op. Maar als je er dan zeg maar echt op zoek gaat naar afval, dan merk je wel dat er heel veel eigenlijk ligt. En ook in het water hele kussens van banken en zo, die je er echt met heel veel moeite uit moet halen.
En als je dan voorstelt dat er ook nog hele banken wel eens in liggen, dat het echt heel veel moeite moet kosten om die eruit te halen. En toen, dan kijk je opeens op en dan rijdt Max achter je langs met de fiets. We hebben hier nou ook, dit is een van de objecten die we ook hebben, die jullie ook terug hebben gezien op de kaart. En daarmee regelt dus het waterstand het was door je gebieden. Ik had eerst als maatschappelijke stage bedacht dat we zelf zwerfafval gingen opruimen. En dat ging dus niet door, dus het was wel heel leuk dat we dit ook gingen doen bij waterstand. Dat het waterschap best wel belangrijk is hier in Groningen. Dat het ook heel veel meer strekt, zeg maar heel veel meer doet dan alleen waterzuiveren of zo. Ik vond het superleuk. We hebben veel geleerd en het was gewoon een leuke stage. Ja, ik vond het wel leuk. Ik had helemaal niet verwacht dat het waterschap al dat soort dingen regelde en zo. En ook weer goed geregeld en zo. Alles wat we konden zien, het was een beetje uitgebeeld in wat er dan ook mee werd gedaan bij het waterschap. Ja, ik vond het ook een erg leuke stage. Ik had een beetje andere verwachting, maar ik ben echt helemaal bijgedraaid. Ik heb er echt van genoten. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Ik zou het ook voor iedereen aanraden. Ik vond het best wel leerzaam, want je weet eigenlijk niet zoveel over de waterschap zelf, zeg maar. Ik wist niet echt wat ik moest verwachten en ik dacht niet dat het zo'n grote organisatie was. Ik dacht bij het woord waterschap dacht ik alleen maar aan water, niet echt aan dijken. Misschien zijn mensen zich er wel van, zeg maar, weten ze het wel, maar zijn ze er niet echt van bewust hoe belangrijk het is. Van nou, ze doen het wel.